Yo kijkers van Levi, leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Vandaag is het zondag, tenminste als deze video online komt. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je een blok plaatst in Minecraft. Nou, waarom maak ik deze video? Gewoon voor de views. Tenminste, daar gaat het waarschijnlijk denk ik om. En ook omdat als ik op de dag dat deze video online komt, op zondag dus, als ik dan... voor die dag, want ik heb nu 828 abonnees. Als ik dan 831 heb, heb ik 100 abonnees erbij gehad in 2 maanden. Nou, maar wat gaan we eerst doen? We gaan naar de controls. En dan zien we attack destroy is button 1. Pick block button 3. En use item of place block is button 2. Nou, wat houdt die buttons in? Button 1 is de linkermuisknop. Button 3 de... het wieltje in het midden van de muis. En button 2 is de rechter. Nou, is dat allemaal goed. Dus weet, dit is de rechter. En richt er gewoon ergens op. Hier zo gaat niet. Omdat je dan geen... niet zo'n vierkantje ziet. Dus zo. 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 En heb je nu een muur gebouwd. En zo plaats je dus eigenlijk een blok in Minecraft. En als je misschien ooit eens iets hebt veranderd. Kijk hier eventjes. En dan kan je het zien. Dus ja, dit was alweer de video. Het was een korte video. Maar wel om te laten zien hoe je een blok plaatst in Minecraft. Dus hopelijk tot morgen. Want dan komt de nieuwe video van YouTubers Live natuurlijk. Dat gaat gewoon door. Dus tot dan en later.